De gemeente Arnhem springt toch met 50.000 euro bij om de dakloze opvang aan de Spoorwegstraat zes ochtenden per week open te houden. Er zou een korting in de subsidie komen, waardoor de opvang van Stichting Kruispunt nog maar drie inloopochtenden per week kon hebben. Dat besluit is nu dus teruggedraaid. Mevrouw Smek, dus de inloopochtenden voor de dak en thuislozen. Blijven op zes ochtenden. Hoe vindt u dat? Mm -hmm. Nou, Wij zijn daar heel erg blij mee. En jullie hebben net binnen een kop thee en koffie gedronken. Je ziet dat het ook echt in hun behoefte voldoet. Er zijn hier s ochtends veel mensen. Veel mensen die dakloos zijn, mensen die thuisloos zijn. Mensen met psychische, psychiatrische problematiek. Uh, we krijgen veel vragen om uh, een telefoontje, even praten. Mensen zoeken wat gezelligheid. Dus wij zijn daar heel erg blij mee en onze bezoekers ook. Hoe komt het zo dat dit mogelijk blijft? Uh, nou ja, omdat de gemeente... Uh, extra geld beschikbaar heeft gesteld. Waardoor wij uh, deze drie ochtenden ook extra open kunnen blijven. Van onszelf hadden we dat geld niet. Dus met subsidie. En daar zijn we blij mee. En voor, hoe, voor welke periode blijft dit zo? In ieder geval uh, voor 2013. En, ja, en daarna moeten we, maar weer, uh, moeten we maar weer verder kijken. Zijn we in ieder geval weer een jaar verder. Hoe ziet u de kerstperiode tegemoet? Voor mij zelf goed. Maar ik, nou, en we proberen het hier. Uh, voor onze bezoekers ook wat in, in kerstsfeer uh, te brengen. Dat zeker die mensen, en veel van onze mensen hebben een heel klein sociaal netwerk, dat zij ook uh, wat kerst hebben, wat kerst kunnen vieren. Dus we zetten hier een kerstboom neer. Uh, met kerst hebben we vaak een extra lekkere maaltijd, want we zijn gewoon open met kerst ook. Uh, we hebben een kerstviering, dus wij proberen hier ook in kerstsfeer door te brengen, ook met elkaar. Wat merkt u van de crisis? Merkt u dat er uh, een toename is? een aantal bezoekers. Uh, die indruk hebben wij wel. Het wordt in ieder geval zeker niet minder. En wij zien hier natuurlijk uh, veel, nou, mensen met 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 uh, ook met financiële problemen. Dus, uh, nou, wij zullen zien hoe het gaat. Maar wij merken hier in ieder geval dat er dat de mensen die hier bij ons komen behoorlijk wat problematiek met zich meebrengen. En we zien het ook bij. Uh, we merken crisis ook op andere manieren. Uitgeprocedeerde vluchtelingen die ook het land niet uitgezet kunnen worden, die ook hier komen. Uh, mensen uit Oost-Europa die uh, afgegleden zijn en uh, hè, in de problemen terecht zijn gekomen. Dus wij merken daar hier van alle kanten uh, uh, crisis. Ja.